Dank u wel. Laten we eerst even kijken of ik goed verstaanbaar ben. Ook voor die groep die daar achterin staat. Waarvan ik hoop dat ze jong zijn en atletisch gevormd. Ik kan met de leesbril kan ik niet zien hoe oud u bent. Mocht een van u dreigen in te storten, dan moet u misschien even uw hand opsteken. Dan kunt u hier even op het trapje komen zitten wellicht. Maar ja, u weet hoe het met de brandvoorschriften is. Dat is, we zijn hier volgens mij al aan de grens van de mogelijkheden. Maar ben ik achterin goed verstaanbaar? Ja? Oké, ook achter mij. Dat is ook altijd een beetje gek, hè, dat mensen achter je zitten. Maar dat gaat ook wel. Af en toe, ik hoop dat ik eraan denk, draai ik me even om. Net alsof ik ook aan u denk. Hè? Maar dan denk ik ook aan u eigenlijk. Ja, het thema is het populisme. Dat is overigens een verschijnsel wat eigenlijk zo oud is als de democratie. Maar waar we in Nederland maar in betrekkelijk beperkte mate mee hebben kennis gemaakt in de loop der jaren. Al zal ik u een aantal voorbeelden geven uit het recente verleden. Maar wij denken natuurlijk allemaal, als we het nu over het populisme hebben, aan datgene wat Nederland in de afgelopen 9 jaar is overkomen. Zeg maar sinds de opkomst van de kale verlosser. En ja, u weet, hij is vermoord. Dat is een diep tragische zaak in feite. En daarna hebben we nog een hele reeks van nieuwe populisten gekregen die natuurlijk allemaal hebben gedacht van wat die fortuin kan, dat kunnen wij ook wel. Met een globaal identiek programma en met globaal identieke methodes. En nu is het eigenlijk dagelijks zo dat wij in de enorme slagschaduw van Geert Wilders leven. Dat komt ook een beetje omdat de media eigenlijk op dit punt volledig op hol zijn geslagen en de indruk wekken dat er eigenlijk in Nederland maar één politicus is. Ik bedoel, afgezien van die haast onzichtbare prutsers die het kabinet vormen, hebben wij eigenlijk alleen de grote Geert, die boven alles uittorent, hè, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Waarbij bovendien die 15,5% van de Nederlandse kiezers die op hem gestemd hebben in toenemende mate gelijk worden geschakeld aan het hele Nederlandse volk. Terwijl met een beetje eenvoudig tellen, niet waar, weten wij dat 84,5% klaarblijkelijk niet op grote Geert hebben gestemd. Maar die lijken er niet zo verschrikkelijk veel toe te doen. Hè? Want ja, het nieuwe kabinet zal steunen op 76 zetels. Dat houdt eigenlijk in grote trek al in. Dat er kennelijk 74 andere zetels zijn waar het niet op gaat steunen. Ja, het is een beetje simpel geformuleerd, maar u begrijpt het. En ik begreep zelfs dat ze niet eens de meerderheid van de stemmen hebben gehad, maar dat ze door gunstige restzetels aan die 76 zetels zijn gekomen. Je vraagt je ook wel eens af, weten de heren wel waar ze aan beginnen? Maar u weet, daar kun je geen verstandig woord van zeggen. Kabinetten waarvan je denkt, dat gaat geen 3 weken duren, hè, met die klunzen. Die zitten er dan jaren en, wat een perspectief. Die zitten er jaren en jaren. En kabinetten, niet waar, vol van politieke zwaargewichten. En waar iedereen van denkt, die gaan het vaderland een wezenlijk andere koers geven. Dat is al heel snel afgelopen. Denk aan het kabinet Biesheuvel. Hè. Mooie Barend. Daar is het heel droevig en heel snel mee afgelopen. De vraag is eigenlijk, hoe komen we aan die populistische bewegingen? Want het zijn lang niet allemaal politieke partijen, het zijn vaak bewegingen. En het zijn bewegingen omdat eigenlijk de charismatische leider niet voor de voeten wil worden gelopen door een bestuur. En nou ja, je denkt wel eens bij jezelf, die Verhagen zou ook dolgraag hebben dat het CDA ook een beweging was. Hè? En als ik zo naar de VVD kijk, dan is de VVD al lang een beweging. Hè? Bovendien een grotendeels hersendode beweging. Ja, zij die zich op grond van eigen politieke standpunt beledigd voelen, kunnen eventuele klachten in drievoud schriftelijk indienen na afloop van de collegecyclus. Bij het personeel van Studium Generale. Dat wordt dan in behandeling genomen door Yvonne van Rooij. En met een beetje goede wil en gezien de bestuurlijke tradities van de universiteit krijgt u over 15 jaar bericht. Of uw klacht ook enige gevolgen zal hebben. Ik ben dan wel al dood. Dus wat dat betreft, of ik word rondgeduwd of ik krijg te veel verdovende middelen in het verpleeghuis. Het kan van alles wezen, maar de kans dat ik nog min of meer coherent erop zal reageren,
die is niet zo verschrikkelijk groot. En misschien heb ik daar na 15 jaar grote Geert ook dan helemaal geen behoefte meer aan. Uit alle onderzoek, dames en heren, van die populistische bewegingen van de afgelopen, laten we het even ruim nemen, kwart eeuw ongeveer, het recente West-Europese populisme, want het Nederlandse populisme is een onderdeel van een veel breder fenomeen wat zich in alle West-Europese landen heeft voorgedaan. Bij al die onderzoeken naar de motivatie van de kiezers van die bewegingen blijkt in grote trekken hetzelfde. Ongeveer 80% van de motivatie, als je dat uitsplitst, blijkt in feite gebaseerd te zijn op de immigratiekwestie. Dat geldt ook voor Pim Fortuyn in de tijd, dat geldt voor Geert Wilders. Ook mensen die nooit een allochtoon zien, die blijken zich toch enorme zorgen te maken over, hè, neem een dorp als Maasbree, waar geloof ik 40% van de bevolking op Grote Geert heeft gestemd. In Maasbree is bij mijn weten nog nooit een allochtoon geweest. En als u er ooit geweest bent, kunt u zich voorstellen dat er ook geen enkele behoefte bestaat bij de allochtoon om dit dorp te gaan bezoeken. Maar desondanks maken ze zich in Maasbree ernstige zorgen. En eigenlijk blijkt het dat over die immigratiekwestie men zich in brede zin in Nederland ernstige zorgen maakt. Er zijn ook allerlei mensen die zich er zorgen over maken, maar die toch weer niet op de PVV willen stemmen, maar die daar toch op enige wijze, nou misschien niet wakker van liggen, maar toch bezorgd over zijn. Laten we het maar zo formuleren. En laten we eens naar de cijfers kijken, want dat is interessant genoeg. Laten we eens kijken naar de Nederlandse allochtonen. Ja, dat is een beetje een raar woord, allochtonen, autochtonen, maar wij zijn daaraan blijven plakken. Hoe definieert het Centraal Bureau voor de Statistiek een allochtoon? Dat is elke persoon die één ouder heeft die in het buitenland is geboren. En omdat ook onderzoek ter plekke vaak enorm interessant is, zou ik even graag zien dat iedereen zijn vinger opsteekt die één ouder heeft die in het buitenland is geboren. Wie? Nou, dat is niet indrukwekkend. Hier ook al niet eigenlijk. Dat is niet bepaald een erg allochtoons publiek, als ik het zo bekijk. Dan gaan we het even uitbreiden. Wie heeft één grootouder die in het buitenland is geboren? Ja, ik voel me ook een beetje allochtoon. Ja, Nederland heeft zich zo ontwikkeld dat het geleidelijk aan een eretitel wordt om allochtoon te zijn. Hè? Dat je wel door het winkelcentrum loopt en dat je denkt, ja, ik zie er wel normaal uit, maar ik ben toevallig wel een allochtoon. Hè? Ja, het wordt een soort van speciale distinctie eigenlijk. Nou, hier valt het tegen, dat moet ik zeggen. Dat had ik ook eigenlijk niet verwacht dat, hè? U weet hoe dat zit. Het is ook bij de universitaire studies in de alfa en gamma sector. Er zit wel eens een enkele maal zo'n meisje met zo'n hoofddoekje bij. Maar ja, ik geloof dat wij in dat eerste jaar dat we de eerste twee hadden, ging de eerste jaarscriptie over Abraham Kuyper. Dat is natuurlijk heavy voor iemand die met Mohammed is opgegroeid. Ja, wel de verschillen minimaal zijn. Goed, hoeveel allochtonen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat zal u toch verbazen. 20% van de Nederlandse bevolking bestaat uit allochtonen. Dus als we even snel doorrekenen, zit je dik boven de 3 miljoen personen in Nederland die één ouder hebben die in het buitenland is geboren. Voordat u zich daar nou enorme zorgen over gaat maken, wil ik u even erop wijzen dat ons staatshoofd, Beatrix, dat ook een allochtoon is. En ze hebben die schermen nu weggehaald, omdat ze bang zijn dat ik daar flauwe opmerkingen over maak. Dat heb ik gisteren namelijk ook gedaan. Maar ik weet niet of u het gezien heeft bij de aankondiging, maar bij dit college over het populisme wordt een manspersoon vertoond, waarvan ik in eerste instantie dacht, dat is de jonge Bernard. Maar dat zal haast wel niet, hè? Nee? Nee, ik dacht het al. Ik weet niet wie het wel is, misschien. Wat? Het is een Amerikaan. Ja, Bernard zag er een beetje Duits-Amerikaans uit, hè? Goed, ja, Beatrix is een allochtoon. Dat betekent natuurlijk dat Willem-Alexander, ons volgende staatshoofd, is ook een allochtoon. En dat niet alleen, maar hij is ook nog met een allochtoon getrouwd. Hè? Namelijk met een Argentijnse allochtoon.
die bovendien ooit de euvele moed heeft gehad om te zeggen dat de Nederlandse identiteit niet bestond. Nou, dat is haar ingepeperd. Hè? Daar gaan we het ook nog over hebben, over identiteit. Nu wil het geval, dames en heren, dat ongeveer van de helft van al die allochtonen u helemaal niet kunt zien dat het allochtonen zijn. Want ze hebben ongeveer dezelfde kleur als wij en ze spreken ook min of meer gebrekkig Nederlands, zoals de meeste Nederlanders dat ook doen. Ja, dat valt niet op, hè. Dat zijn namelijk de zogenaamde westerse allochtonen. De enige waarvan we eigenlijk meteen kunnen zien dat het allochtonen zijn, dat zijn de zogenaamde niet-westerse allochtonen. Dus die zijn bruin, variërend van zeer lichtbruin tot onzichtbaar bij duisternis, zal ik maar even zeggen. Ja, ik weet niet of dat discriminerend klinkt, maar ja, je moet ook enorm mee uitkijken. Kortom, we herkennen eigenlijk maar, als we het over allochtonen hebben, dan hebben we het eigenlijk over de niet-westerse allochtonen. Daar hebben we het eigenlijk over. De rest weten we het niet van. Hè? Die zijn ook razendsnel vaak geïntegreerd. En ja, dan, ja, bij Kader Abdolla kun je het nog wel merken, hè, dat het een allochtoon is. Nou, ik zie dat u daar kennelijk helemaal niet van op de hoogte bent. Omdat een autochtoon nooit zo eigenaardig gepraat heeft als Kader Abdolla. Maar hoppakee. Laten we die eens uitsplitsen, die groep. Ik heb het nu dus, de westerse allochtonen heb ik van het toneel laten verdwijnen. Omdat we ze toch niet herkennen. Hè? Dus daar heb je niks aan om dat te weten. Dus dan hebben we nog de helft van de allochtonen over, 50%. Laten we die even uitsplitsen. Daarvan is 21% is Turks. 19% is Surinaams, 19% is Marokkaans, 7% is Antilliaans en dan is er nog 30% over als u goed rekent en die komen werkelijk uit alle windstreken. Daar valt geen verstandig woord over te zeggen behalve dat het niet westerse allochtonen zijn. En nu wil eigenlijk het geval, ik weet niet of u dat al dacht toen ik het over de Surinamers had. Hè, daar maken we ons eigenlijk helemaal geen zorgen over. Overigens, toen ze kwamen, weet u dat nog? Alleen de ouderen weten dat nog. Daar hebben we ons zorgen over gemaakt. Over die 300.000 Surinamers. Hè. Ja, allemaal drugsgebruikers, klaplopers. Niets nut uit zo'n tropisch landje waar ze niks kunnen. Dat weet u ook wel eigenlijk. Ze kunnen er nog geen, niet tot 3 tellen. Hè. Dat was het idee eigenlijk. En moet u weten dat in die 30 jaar dat ze hier zijn, die Surinamers het voortreffelijk hebben gedaan. Dus al die angsten over de integratie van de Surinamers bleken in feite nergens op gebaseerd. Sociaal-economisch zijn ze niet meer te onderscheiden van de autochtoonse bevolking. Nou ja, we weten dat het met de Antillianen heel anders is. Hè. Dat is in allerlei opzichten nogal een dysfunctionele groep. Maar eigenlijk maken we ons alleen maar zorgen over de moslimimmigranten, wel beschouwd. Want wij denken, wij vinden dat zij zich niet snel genoeg integreren. En nu zijn de moslimimmigranten plus hun kinderen en waarschijnlijk ook al wel kleinkinderen, die vormen 5% van de Nederlandse bevolking. Dus dat is weer de helft van de niet-westerse allochtoon. Eigenlijk is dat de enige groep waarover we ons echt zorgen maken. Die als problematisch worden gezien. Hè? En daar wordt er altijd bij gezegd, dat komt door de islam, maar de Antillianen zijn nog veel lastiger. En die, bij mijn weten, ik weet helemaal niet wat voor godsdienst die hebben, maar daar zie je aan dat de lastigheid in feite niet of nauwelijks een functie van de godsdienst is. Maar dat is nu weer een andere kwestie. Die zorgen leven breed, ik zei het al. Heel veel mensen, ook die niet op de populisten stemmen, maken zich daar toch zorgen over. We moeten ons realiseren dat is een verschijnsel wat zich in alle West-Europese landen heeft voorgedaan. In alle West-Europese landen maakt men zich daar zorgen over en worden daar allerlei wonderlijke theorieën over opgebouwd. Maar het feit dat het zich in alle West-Europese landen heeft voorgedaan, maakt natuurlijk ook dat je heel voorzichtig moet zijn met specifiek Nederlandse verklaringen voor het verschijnsel. Het zou pas heel vreemd zijn als wij ze helemaal niet hadden. Dat we ze wel hebben, je leest ook nog wel eens regelmatig in de krant, dat het feit dat wij die immigranten hebben, dat dat aan de linkse kerk ligt. Ja, ik heb het daar geloof ik al eens vaker over gehad. Een uiterst geheimzinnige organisatie. Een combinatie van Opus Dei, de vrijmetselaars, en nog een zwik afgezwaaide Rooms-Katholieke priesters.
En die zou verantwoordelijk, die zei ik, dat is een groep, die linkse kerk is verantwoordelijk voor alle ellende die Nederland in de afgelopen 30 jaar getroffen heeft. Maar als je dat dan bestudeert in de grotere context van West-Europa, zul je zien dat heel West-Europa globaal door ongeveer dezelfde ellende is getroffen, als u het ellende wil noemen. Daar moeten we het later maar eens over hebben. En dan is er natuurlijk nog één mogelijkheid, die hou ik even open. Namelijk dat de Nederlandse linkse kerk in feite ook over de hele rest van West-Europa heerst. He? Ja. Dus dat die ook verantwoordelijk is voor de Turk in Duitsland en de Algerijn in Frankrijk en, nou ja, zeg ook maar rustig, voor de hele Rooms-Katholieke, eigenlijk voor alles wat er fout is gegaan. En nou ja, nu we toch Europa hebben genomen, eigenlijk alles wat, de opwarming is ook het gevolg van de linkse kerk. Vandaar dat het door rechts ontkend wordt dat er opwarming is. Hè? Dan zouden ze moeten toegeven dat dat ook weer het gevolg. Ja, het is een heel wonderlijke theorie, maar door eenvoudig comparatief onderzoek komt u er al snel achter dat dat eigenlijk weinig hout snijdt. Alle theorieën die specifiek Nederlands zijn, snijden weinig hout. Idem dito, dat zullen we ook later zien, de kwestie van de integratie. Want u weet, wij Nederlanders zijn, we hebben nu de communis opinio, misschien u niet, omdat u natuurlijk een uniek verstandige groep bent die dit ongelooflijke weer getrotseerd heeft om een kritisch praatje over Grote Geert aan te moeten horen. Wat ik nou zeggen? Kijk, zodra ik het over Geert heb, raak ik in verwarring. Dat is een hele ongelukkige zaak. Ja, wij zijn van mening eigenlijk met z'n allen dat de integratie volkomen mislukt is. Totaal. Ik zal het u later nog, maar kan het u wel even als voorbeeld geven. Een paar jaar geleden werd er een rapport geproduceerd door een Kamercommissie onder leiding notabene van een VVD-Kamerlid, de heer Blok. En in dat rapport werd gezegd, nou ja, de integratie die verliep eigenlijk min of meer normaal. Het was geen overweldigend succes, maar het was zeker ook geen mislukking. En wat zei Verhagen toen? Ze zei, nou, dat kan niet waar zijn. He? Want we hebben nu besloten, het is mislukt. Dat zou, als dat waar zou zijn, en als het bijvoorbeeld in België of in Duitsland een enorm succes zou zijn geworden, de integratie. Hè, dat je, als je in Antwerpen bent, dat de allochtonen daar met de autochtonen door de straten dansen, nietwaar, na het gebruik van een heerlijk glaasje bier. Dan zou dat natuurlijk wel een valide argument zijn. Hè. Maar zou je kunnen volhouden dat ze het in, of neem aan, als het uit zou kunnen worden gezocht wetenschappelijk, dat die lui in de Parijse banlieue die auto's niet in de fik steken omdat ze niet geïntegreerd zijn, maar omdat ze zo blij zijn dat ze 100% geïntegreerd zijn. Dat we het eigenlijk moeten zien als een soort vreugdevuur. He? Dat zou kunnen. Maar is niet bijster waarschijnlijk, dat zult u met me eens zijn. Nee, dus al die West-Europese landen hebben globaal ongeveer dezelfde problemen. Hebben wij het goed gedaan? Nou, niet beter dan de rest, maar ze hadden die boel daar in Parijs nog niet in de fik gestoken. Of ik las ineens in NRC Handelsblad dat wij het eigenlijk vrij redelijk gedaan hadden. Ik dacht nog, zou ik hem een ingezonden brief schrijven van, hadden jullie dat niet eens wat eerder kunnen schrijven? Ik heb dat de laatste jaren nooit gelezen in die kwaliteitskrant van jullie. Maar ja, ik ben beter geen ingezonden brief schrijven, want die worden wel afgedrukt. Maar daar maken ze dan speciaal spelfouten in. Ja. Dus uw naam wordt altijd goed gespeld. Maar alle D's en de T's, die strooien ze er doorheen alsof het niks is. Is mijn ervaring. Dus u begrijpt. Ja, je hebt altijd de indruk dat die brieven door een dronken man zijn geschreven, terwijl die er vaak natuurlijk week op zit heeft zitten studeren op zo'n ingezonden brief. Ja, en nu is de vraag eigenlijk, en die dringt zich zeker in Nederland op vanwege zowel Fortuyn als Wilders. Verdonk was een tikkeltje minder, maar toch. De vraag dringt zich op, hoe groot moeten onze zorgen eigenlijk zijn over die, met name die moslimimmigranten. Want de rest maken we ons eigenlijk niet zo verschrikkelijke zorgen over. Zelfs die Antillianen, waarvan je wel eens denkt, is er wel een normale Antilliaan in Nederland te vinden? Het is namelijk een relatief kleine groep die voor een enorme hoeveelheid overlast zorgt. Of het nu Den Helder, Rotterdam of Dordrecht is, hè, waar ze geconcentreerd zijn. Maar daar hoor je nooit van die angstverhalen over. Hè? Want dat komt omdat er geen moslims zijn. Dus je mag wel op straat schieten, mits je geen moslim bent eigenlijk.
Pas als je een moslim bent, dan komt dat door het moordzuchtige karakter van de Koran. En nou, u kent al die redeneringen wel. En daar komen we aan een hoogst eigenaardig punt. En dat hebben wij nu al eigenlijk iets meer dan 10 jaar aangehoord. En dat is dat er een enorm gevaar zou zijn in onze samenleving. Maar niet alleen in de onze, maar eigenlijk in de hele West-Europese samenleving. En feitelijk in het hele Westen voor de islamisering. Dat wil zeggen, de theorie dat die 5% waar ik het over had, 5% van onze bevolking bestaat uit moslims, dat die op zeer korte termijn, ja, niet dat u denkt van, ja, dat zal mijn tijd wel duren en zo, ik hoef die Koran niet echt te gaan bestuderen. Nee, op zeer, als we nu geen dramatische maatregelen nemen, zullen wij op zeer korte termijn geïslamiseerd worden. En dat geldt ook voor Europa. Als daar niet echt serieus nu de zaken worden aangepakt, dan verandert Europa in wat Geert Eurabië noemt. En waarin, en niet waar, als je het een beetje dramatiseert, dat ik over 3 jaar hier nog college geef, al ben ik dan wel erg oud geworden, en dat alle dames al met een hoofddoekje opzitten. Hè? Dat je de deur niet meer uit kunt zonder hoofd. Dat is eigenlijk het angstvisioen. Hè? En als u nu weet, wij hebben 5%... moslims in Nederland, maar in Europa is het maar 4%. Dat wil zeggen, en die wonen dan nog, geloof ik, voor meer dan de helft in Frankrijk. De Europese Unie heeft 4% moslims. Dat zijn er 20 miljoen. Weet u nog dat Geert zei dat het er 54 miljoen waren? Weet u dat nog? Dat je dacht thuis op de bank, grote god. Dat, ja. Of ja, Allah och Akbar dacht je natuurlijk eigenlijk al. Zoveel, dan gaat het toch nog mis. Hè? Maar toen bleek dat hij een hele eigenaardige definitie van Europa had gekozen. Waarbij eigenlijk uit de oer al een loodlijn naar beneden wordt gelaten. En alles wat ten westen daarvan is, is Europa. Ja, dan kwam je inderdaad, in Zuid-Rusland wonen al sinds Sint-Jutemus tientallen miljoenen moslims. En die werden dus ook meegerekend, terwijl de suggestie werd gedaan dat het over de EU ging. Dat is ook heel karakteristiek. Reageren de Nederlandse media dan kritisch? Zo van, ja, wacht nou eens even. Wat is dat voor onzin? Laten we het even opgoogelen. Dat kan iedereen in 2 minuten. Hè? Nee, de Nederlandse media hadden zo'n inzicht van, dat zou best eens waar kunnen zijn. Ja, als Geert het zegt, hè? Ja, dan zou het best eens waar kunnen zijn. Hè? Zoals die dus, wanneer was het, die gisteren een lezing in New York hield. En daarvan was de algemene reactie in Nederland, god, het valt ontzettend mee. Hè? Het had veel erger kunnen zijn. Heeft u het nog nagelezen, die lezing? Ja, wie heeft hem gelezen? Ja, kijk, dat valt niet mee wat het onderzoek wat hier gedaan is, ter voorbereiding op dit college. Ja, want er staan in dat verhaal staat de meest verbazingwekkende gekkigheid die we kennelijk al als min of meer normaal zijn gaan beschouwen. Want hij zegt eraan, als ze in New York nu niet een lijn trekken, hè, dan zal New York in no time in Mekka veranderen. Dat vond ik toch een vrij sterke theorie. Hè? Ja, hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Vraag je dan wel af. Hè? En natuurlijk ook die hele andere poppenkast, die kwam ook weer volop tevoorschijn. Dus ik, ja, voor zijn begrippen, voor iemand die min of meer onophoudelijk de meest fantastische nonsens uitkraamt, viel het wel mee. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat niet dat verhaal grotendeels uit volstrekte nonsens bestond. Dat is eigenlijk een van de grote raadsels, dames en heren, van de populariteit van het populisme in Nederland. Niet waar dat 3 personen, Fortuyn, Verdonk en Wilders, die werkelijk, het lijkt wel of ze een raar geneesmiddel hebben geslikt wat niet gewerkt heeft, maar die nu al jaren de grootst mogelijke onzin over het vaderland uitstorten, dat die klaarblijkelijk over een ongeschokt vertrouwen kunnen beschikken onder ongeveer, nou wat is het, een kleine 20% van onze kiezers. Ja, inclusief Maasbree. Ik laat dat helemaal aan u om dat nou eens even fijn te gaan verklaren. Maar laten we eerst even naar Fortuyn kijken. Want Fortuyn is degene
Ik hoorde laatst ook weer iemand zeggen, ach, fortuin, daar denken we tegenwoordig heel genuanceerd over. En ook wel positief eigenlijk. Hè? Fortuin was toch een beetje, ja, misschien niet belangrijker dan Willem van Oranje, maar toch, nou, toch wel een soort neef van Thorbecke eigenlijk. Hè? Toch wel de Nederlandse democratie gered eigenlijk. Dat is ook raar. Hè? Degene, dames en heren, die met deze volstrekt absurde fantasieën is begonnen, is Pim Fortuyn. Laat ik u een voorbeeldje geven. In 1997 publiceert Pim Fortuyn een boekje. Het is een heel dun boekje, dus mocht u mij niet geloven over wat ik vertel over de inhoud, dan kunt u het zelf even raadplegen. Het is vrij breed antiquarisch te verkrijgen. Ja, zoals het meeste werk van Fortuyn, zijn zogenaamde gedachtegoed. Met een N. En dat boekje heet Tegen de islamisering van onze cultuur, Nederlandse identiteit als fundament. En ik kan u warm aanbevelen, mocht u mij niet geloven, om dat boekje op eigen kracht eens door te nemen. He, zelfs uw debiele neefje, ja, wie heeft er nou niet ergens wel een debiel neefje, he, of een debiel nichtje, hoewel die minder een aantal zijn, die zal zeggen, wat een raar boekje. En waarom denkt u dat dat neefje dat gaat zeggen? Dat komt eigenlijk om dat boekje dat, nou ja, waarschuwt dus tegen de snelle islamisering van Nederland door die 5% Nederlandse Mohammedanen. Maar dan lees je het boekje en dan blijkt het nogal mee te vallen eigenlijk allemaal. Want na enige tijd vraagt hij, hij ronkt dan al wel 30 bladzijden, heeft hij al doorgeronkt. En dan vraagt hij zich plotseling af, van waar doet die islamisering zich nou eigenlijk voor in Nederland? Nou, bijvoorbeeld in deze zaal niet of nauwelijks. Hè? Hoeveel moslims zijn er in de zaal? Wie is een moslim? Hier. Geen enkele moslim. Je zou toch zeggen dat op zijn minst één infiltrant had kunnen worden afgevaardigd, hè? Die op zijn minst geheime notities maakt. Maar nee, ze hebben het helemaal gemist. Hoe is het mogelijk? Ja. En dan moet hij natuurlijk met de billen bloot in dat boekje, en dan moet hij toegeven dat die islamisering eigenlijk een kwestie is van heel specifieke wijken van onze grote steden. En daar kun je dan nog je vraagteken zetten bij islamisering. Want ja, natuurlijk in een buurt waar de overgrote meerderheid van de bewoners moslims zijn, mag je ook verwachten, nietwaar, dat allerlei cultuuruitingen die zichtbaar zijn, dat die ook terugverwijzen naar de islam. Dat is min of meer normaal. Zoals je bijvoorbeeld in Maasbreed toch vrij snel in het snotje hebt, dat vroeger de Rooms-Katholieken daar een dominante positie hadden. He, je hebt allemaal van die Limburgse dorpen waar je binnenrijdt en dan sla je een hoek om en dan zie je levensgroot, en dan zie je een 6 meter groot Jezusbeeld. En dan, ja, je bent toch altijd weer verrast als je dat ziet. Dat ligt natuurlijk aan mijn naïviteit. Ze hebben ze ook laten staan. Ik bedoel, ze zijn niet meer katholiek, maar ze hebben die beelden, die hebben ze. Ja, wat Jezus daar dan zelf van denkt, van het feit dat ze in zo'n plaatsje dan voor 40% PVV hebben gestemd. Ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Ik zei nog eens tegen Knevel dat ik de indruk had dat Jezus niet op het CDA zou stemmen. En hij keek mij aan. En hij zei, denkt u dat? Zo solide zit hij in het geloof. Dat hij de indruk had dat ik gisteren nog met de heren gebeld had. En dat hij tegen mij had gezegd, en ja, sorry, maar die Maxime Verhagen, nee, dat is echt, dat gaat niet. Ja, dus dat boekje, dat valt eigenlijk vreselijk mee. En ja, dus na die eerste 30 bladzijden, als hij moet toegeven waar de islamisering speelt, dan valt het mee. En dan is er natuurlijk die ondertitel van dat boek, hè, Nederlandse identiteit als fundament. En dat is eigenlijk misschien wel het gekste stukje van het boek, omdat die eigenlijk nergens ertoe komt om duidelijk te maken wat die identiteit dan eigenlijk is. En daar moet u maar eens op letten, dat al die fanatieke pleitbezorgers van onze eigen nationale
culturele identiteit nooit uitleggen wat dat is. Ja, als het sowieso meer is dan dat je een oranje klomp op je hoofd zet, hè, met een molentje erop. Hè. Niet voor niks hebben wij in Nederland de uitdrukking met molentjes lopen. Hè, dat is geen toeval, kan ik u verzekeren. Als dat in feite de kern van onze nationale identiteit is, nou, dan ga ik geloof ik maar inburgeren in Luxemburg. Ja, dan hebben ze toch dezelfde vlag. Kortom, het idee dat die moslims, die betrekkelijk kleine minderheden van moslims in Europa, in Nederland, in de Verenigde Staten, dat die op enige wijze een acute satanische bedreiging zouden zijn van onze eigen cultuur en de cohesie en de aard van onze samenleving. Want Fortuyn is nog min of meer gematigd in dat boekje van 1997, maar 5 jaar later, in de verkiezingscampagne, niet waar, gaat die al helemaal los, zoals dat tegenwoordig zo treffend heet. Want dan zegt hij, ja, de moslims vormen, ik lees het even voor alle zekerheid, dat u de indruk hebt dat ik het niet zelf sta te verzinnen. De moslims vormen een levensgevaarlijke vijfde kolonne. Nu pas is duidelijk hoe gevaarlijk die wel niet is. Op een of andere manier zit er kennelijk een opgevouwen moslim in dat koffertje. Ja, nu begrijp ik het. Dat is de enige die hier geïnfiltreerd is. Ja, een levensgevaarlijke vijfde kolonne. Een koude oorlog tegen de moslims in Nederland was absoluut noodzakelijk om dit gevaar te keren. En als het woord koude oorlog valt, dan heb je natuurlijk ook al die gelijkschakeling. Dan is niet waar het mohammedanisme misschien niet een godsdienst, maar toch veel meer een politieke ideologie. He? Want vijfde kolonne, de koude oorlog, dan denkt u aan fascisme en dan denkt u aan communisme natuurlijk. He? Ja, is dat terecht, ja of nee? En dan goed, bij Verdonk viel het nog wel mee. En vervolgens krijgen we dan natuurlijk Wilders, die eigenlijk leeft van een hoogst eigenaardige paranoïde waanvoorstelling. Hè, waarbij dat allemaal nog veel en veel erger is geworden. Ik schets u al Eurabië en in feite wordt de hele westerse cultuur dodelijk bedreigd. Hè. Het is ook niet van, nog 5 uur, laten we nog eens even afwachten of zo. Nee, het is zaak dat we het nu, dat er nu beslissende maatregelen zullen worden genomen. En dat is natuurlijk ook het grote gevaar wat Geert loopt als hij gaat meeregeren. Ja, ik noem hem maar bij zijn voornaam. Ja, ik ben zo aan hem gewend geraakt. Hè? Dat je eigenlijk al begint te denken, het zou jammer zijn als hij weer weg is. Ja, het is altijd, merk, altijd een lopend voorwerp om op te kankeren. En, maar, ja, vijanden hebben ook hun eigen nut weer. Dat moet je ook enorm mee uitkijken natuurlijk, dat je ook niet geobsedeerd raakt in feite. Ja, want als die mee gaat regeren, zal onmiddellijk blijken natuurlijk dat alle kernpunten van zijn portefeuille helemaal niet onmiddellijk maatregelen gaan nemen tegen de moslims. En dat er gewoon moskeeën gebouwd kunnen worden. En dat de grondwet niet aangepast wordt. Sterker nog, ik las vandaag in de krant dat Europa gewoon uitgebreid mag worden. He? Ja, hoe wordt dat verkocht? He? Als je zegt dat het gevaar zo groot en zo acuut is. En je doet er dan geen pest aan. Maar ja, dat is, dacht ik, de kracht van het electoraat in Maasbree. Ja, u vermoeden het al, dat ze geen flauw idee hebben. En daar zit natuurlijk nog een ander element in, ik kom daar later over te spreken, dat vanzelfsprekend veel van die populistische partijen, gedreven voor een belangrijk gedeelte door de angst en de onzekerheid over de immigratie, tegelijkertijd ook tegenpartijen zijn. He, partijen tegen het hele bestaande politieke systeem. Tegen het hele establishment, de elite, de hele Sante Kraam. En niet voor niks natuurlijk in Limburg. Als
u ooit iets zou lezen over de geschiedenis van Nederland, zou u zien dat in de voormalige generaliteitslanden, Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg, in feite een wat andere en afwijkende politieke cultuur heerst. Toen we nog dienstplicht hadden bijvoorbeeld, was het aantal dienstweigeraars in die gebieden veel groter dan in de rest van het land. Hoe kwam dat? Men identificeert zich niet met Nederland. Men ziet in Limburg, Den Haag, de Randstad, die arrogante Amsterdammers enzovoort, die ziet men als de vijand. En men heeft daar een enorm langgerekt collectief minderwaardigheidscomplex. De enige stad in Limburg die functioneert is Maastricht. En hoe komt dat? Omdat Den Haag daar een universiteit gevestigd heeft. Nou, dit bij wijze van inleiding van het populistische probleem al, moet ik zeggen, laat ik er nog één ding aan toevoegen, dat ik het wel op prijs zou stellen als Wilders en anderen, want hij staat niet alleen, laten we dat even voorop stellen. U heeft vast kennis genomen van het gezelschap van complete halve garen waarin hij in New York ontvangen is. Hè? Want je denkt vaak van hij is eigenaardig, maar zijn Amerikaanse vriendin is gewoon iemand waarvan je eigenlijk weet dat ze tijdelijk verlof heeft. Ik weet niet precies hoe dat in Amerika heet, maar zo zou je het wel eigenlijk kunnen noemen. Maar goed, er zijn allerlei mensen die dat gevaar van die 5% moslims in Nederland of 4% in Europa of ik geloof 2% in de Verenigde Staten daadwerkelijk ook serieus nemen. Want misschien heeft een enkeling bij u al wel gedacht van ja, dat zegt hij allemaal wel, 5%. Maar die lui die planten zich voort als de konijnen. Voordat je pap gezegd hebt, hè, je hebt er 2 en in no time heb je er 27. Dat zou je ook nog kunnen redeneren. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want in heel Europa, maar ook in Nederland, past het geboortepatroon van de allochtonen zich een enorm onverwacht hoog tempo aan ons eigen geboortepatroon. Wat zoals u weet op de lange termijn niet voldoende is om de bevolking op peil te houden. Al zijn wij op dit moment het enige Europese land waarbij de bevolking nog licht groeit. Dat heeft ook wel te maken met immigratie, maar heeft ook in hoge mate te maken met het feit dat wij een meer dan fantastische babyboom hebben gehad. En namelijk tussen 46 en 68, om redenen die nog steeds niet helemaal duidelijk zijn, heeft de Nederlandse bevolking besloten zich te vermenigvuldigen zoals die van een Latijns-Amerikaans land. En dat heeft de babyboom opgeleverd. Met als gevolg dat we nu met die enorme prop van babyboomers zitten. He, die zijn nu ondertussen, worden die steeds ouder en ouder en ouder. En, nou ja, ik wil daar verder niet te veel over uitpakken. Maar ik ben een groot voorstander van een spoedig lidmaatschap van Turkije. Al was het maar dat ik ook graag van die rustgevende druppeltjes krijg. Over 20 jaar. Iemand zal toch mijn stoel moeten duwen. Wie gaat dat doen? 140.000 mensen te weinig in de zorgsector. En je ziet de jongeren denken, ja, dat kan mij niks schelen. Maar iedereen boven de 60, daarvoor is dat een zaak van eminent gewicht in feite. Ik ben licht afgedwaald en ik ben ook iets over de tijd gegaan. Dat lijkt misschien zo. Maar immigratie heeft ook aanzienlijke voordelen. Het interessante is eigenlijk dat we het nooit over de voordelen van immigratie hebben. Heeft u laatst gezien dat bij een weging van het zakelijke succes van de verschillende West-Europese landen, Denemarken fors gezakt was, altijd een hoge scoorde. Denemarken is fors gezakt. Weet u hoe dat komt? Omdat ze de immigratie volledig afgeknepen hebben. En dan knijp je namelijk ook diegene analfabeten knijp je af. Die komen er ook niet meer in. Maar de lui die, de Einsteins van de toekomst, die knijp je ook af. Die komen er ook niet in. Dus ik weet niet of het, je zou voor de aardigheid eens hier moeten gaan kijken bij de opleiding, masteropleiding virologie in van de Utrechtse Universiteit. Die bestaat voor de helft, ik zweer het u, die bestaat voor de helft uit Aziatische studenten. Moeten we die nou ook
zouden er moslims bij zitten. Hè? Hoe gevaarlijk is het Shintoïsme of het Boeddhisme of weet ik veel wat, of het Hindoeïsme? Hè? Het blijkt altijd eigenlijk gevaarlijk te zijn. Nee, dus het is ook heel kortzichtig. Hè? Een heel groot deel van de enorme dynamiek van de Verenigde Staten is het gevolg van immigratie. He, dus immigratie is altijd twee dingen tegelijkertijd. Is positief en ook gedurende enige tijd negatief. Goed, dit kan voor een belangrijk gedeelte eruit geknipt worden. Dus ik hoef me niet al te veel zorgen te maken over het feit dat ik de tijd heb overschreden. U krijgt nu 5 minuten om te kuchen en andere ongeorganiseerde geluiden te maken. Mits u het niet al te bruin bakt natuurlijk. En dan gaan we weer door.
Misschien kunnen we weer beginnen, dames en heren. Komt u maar weer binnen. Nou, het is kennelijk enorm gezellig geworden. Men lult gewoon door. Ja, gaat u zitten voor zover u een zitplaats heeft. Ik hoorde van personen die achter mij zijn gezeten, weliswaar helemaal links achterin, maar desalniettemin, dat ik slecht verstaanbaar was. Waardoor ze een hele half uur de indruk hebben gekregen dat ik een warme supporter van de PVV ben. Dus dat moet ik nu gaan uitleggen hoe dat zit. Misschien dat degene die over het geluid gaat het ietsje harder kunnen zetten. Ik hoop dat dat wat helpt, hè, zonder dat het meteen gaat rondzingen of andere verschrikkelijke verschijnselen gaat vertonen die met geluidsinstallaties samenhangen. Ja, dat wat betreft, ik zei het al, mijn inleiding. Dan moeten we nu wat historische achtergrond hebben om te begrijpen hoe we eigenlijk aan die problemen zijn gekomen in Europa. Want merkwaardig genoeg zijn eigenlijk alle grote problemen van de afgelopen 30 jaar, die zijn het product van het immense succes van Europa in de 30 jaar die daaraan vooraf zijn gegaan. Want je kunt de Europese geschiedenis van na 45 eigenlijk vrij makkelijk opdelen in twee vrij duidelijk van elkaar onderscheiden periodes. En de ene periode loopt van het eind van de Tweede Wereldoorlog tot ongeveer 1975. En de volgende periode loopt van ongeveer 1975 tot de kredietcrisis. Hè, tot de hartstilstand van het neoliberalisme, zo u wilt. Die jaartallen moet u, dat 1975, moet u niet al te scherp nemen. We zullen zo zien dat in de loop van de jaren 70 de stemming in allerlei opzichten door de stijgende welvaart in het bijzonder gaat veranderen en leidt tot nieuwe opvattingen. Die eerste 30 jaar die worden gekenmerkt door een heel specifieke beleidsconsensus. Ik kan er ook geen mooie woord voor verzinnen. Kortom, de verschillende elites waren het eigenlijk eens over het soort van beleid wat de overheid diende te voeren. En dat was niet alleen in Nederland zo, maar dat was ook in Amerika zo en in Frankrijk. Er waren wel lokale varianten. In Duitsland noemden ze het sociale marktwirtschaft. En bij ons was het een beetje poldermodelachtig. En nou, iedereen had zijn eigen terminologie. Maar in feite was het eigenlijk allemaal een gereguleerd, gehumaniseerd kapitalisme. Laten we het maar ongeveer zo noemen. En die beleidsconsensus was een product, een ideologisch product van de grote depressie van 1929 tot het begin van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk van de gruwelen van die Tweede Wereldoorlog. En men was tot de conclusie gekomen door die dramatische jaren tussen 1929 en 1945 dat de overheid een belangrijke rol diende te bespelen in het maatschappelijk verkeer. De overheid diende te zorgen voor stabiele economische groei, zodat we nooit meer zouden kunnen komen te zitten met een economische depressie die meer dan een decennium had aangehouden. De overheid zou moeten zorgen voor volledige werkgelegenheid, zodat we niet meer al die treurige mannen, hè, die u vast wel eens op foto's heeft zien staan bij het stempelkantoor of om soep uit de soepkeukens te halen, hè, die enorme treurigheid van de jaren 30, waardoor je altijd het gevoel hebt dat het in de jaren 30 eigenlijk nooit de zon heeft geschenen. Hè. Het heeft eigenlijk de hele jaren 30 doorgeregend als het ware. Dat is helemaal niet zo. En als je werk hield, dan ging het je eigenlijk nogal voor de wind in de jaren 30. Omdat er sprake was van een deflator proces. Maar de werkloosheid was relatief natuurlijk zeer hoog. Kortom, dus stabiele economische groei, volledige werkgelegenheid. En de overheid zou moeten zorgen voor een verzorgingsstaat. Ook daar zijn allerlei varianten. Je hebt zeer hoog opgetuigde verzorgingsstaten, je hebt minimale verzorgingsstaten. Maar alle westerse economieën hebben op enige wijze een verzorgingsstaat gebouwd. Als je ooit leest dat de Amerikanen die niet hebben, geloof het niet. Ook de Amerikanen hebben een verzorgingsstaat. En alle pogingen die de Republikeinen in het werk hebben gesteld om die op te doeken of af te schaffen, die zijn eigenlijk niet gelukt.
Onder andere omdat steeds weer blijkt dat de bevolking de verzorgingsstaat op hoge prijs stelt. Een beetje sanering misschien, daar komen we nog over te spreken, maar in principe is men zeer tevreden over die verzorgingsstaat. En al deze ontwikkelingen die zijn in feite gerealiseerd door die beleidsconsensus en dat kon omdat daar ook een soort economische theorie aan ten grondslag lag. De economische theorie namelijk van een Engelse econoom John Maynard Keynes. Ik weet dat die 30 jaar totaal uit de mode is geweest en systematisch is verketterd door neoliberale economen, maar hij heeft sinds de kredietcrisis, is hij als het ware uit de as herrezen en zijn allerlei mensen van mening dat hij misschien toch wel een aantal hele goede ideeën heeft gehad. En wat, ik ga dat heel, heel simpel samenvatten. Als u het eigenlijk wat uitgebreider zou willen zien, moet u die nog steeds alleraardigste boekjes van Jan Pen lezen, Moderne Economie. Wie heeft dat ooit gelezen? Oh, kijk, zie dat dat toch. Ja, dat is natuurlijk de bejaarde sociëteit, maar dat is helemaal niet. Dat is helemaal niet erg. Ja, stel voor dat je geen bejaarde had. Dat zou toch te denken geven. Hè? Waar zijn ze gebleven? Dat, die ideeën van Keynes kwamen er eigenlijk een grote trekken op neer. Dat je helemaal geen planeconomie of zo hoefde te hebben, maar dat het mogelijk was door middel van macro-economische manipulatie om die doelstellingen, volledige werkgelegenheid, stabiele economische groei te realiseren. Ging het slecht, dan pompte je geld in de economie en ging het goed, dan zoog je er geld uit weg. En zo kreeg je in feite een stabiele ontwikkeling. Vooral het inpompen is een enorm succes geweest, het uitpompen niet zo. Ja. Kunt u zich wel een klein beetje iets bij voorstellen. En dat heeft dan geleid tot oververhitting op bepaalde momenten. Ja, denk even aan Zalm in 2000. Maar goed, laat ik mijn vendetta tegen de heer Zalm niet voortzetten. Hij trekt zich er toch niks van aan. Dus dat heeft eigenlijk geen enkele zin. 30 gouden jaren heeft ons dat opgeleverd, die beleidsconsensus. De zogenaamde golden years, als u de buitenlandse historici op zou naslaan, de jaren tussen de Tweede Wereldoorlog en halverwege de jaren 70 noemen we de golden years. Een stormachtige economische groei. Wij realiseerden in de jaren 50 en 60 groeicijfers waar ze, die op Chinees niveau lagen, zal ik maar zeggen. Als je die natuurlijk eenmaal ooit gerealiseerd hebt, is de kans dat je ze eeuwig blijft realiseren buitengewoon klein. Vandaar dat vergelijkingen met China en West-Europa ook helemaal nergens op slaan. Die verkeren in totaal verschillende fases van hun sociaal-economische ontwikkeling. 30 gouden jaar. En bovendien in diezelfde periode de vorming van de Europese Unie. Die in feite gezien kan worden als een antwoord op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Die in allereerste instantie de institutionele verzoening betrof van Frankrijk en Duitsland. Erg vijanden van elkaar sinds 1870 in feite. En de EU is in allerlei opzichten een institutionele constructie die door Fransen is bedacht. Niet waar om de door hen zo gevreesde enorme spankracht van de Duitse zware industrie als het ware in te kaderen in een Europese institutionele structuur. Ja, achteraf zeg je, ik geloof dat ik het wel eens vaker heb gezegd, we zijn na de oorlog nog tientallen jaren bang voor de Duitsers geweest, maar dat bleek eigenlijk totaal niet terecht. Stond in Vrij Nederland in de jaren 60 elke week een stuk van dat er weer een nieuwe neonazistische groep was ontdekt. En, maar ja, dan zeg ik altijd maar zo, kijk één keer naar Angela Merkel. Met zo'n geraniumrood broekpak aan en dan weet je, nee, dat is geen persoon die de panzerdivisies in beweging zet. Ja, heeft u zich wel eens gerealiseerd wat een eigenaardige vrouw dat eigenlijk is? Ja, ik bedoel dat zeer positief. Afkomstig uit de DDR. Haar vader was dominee en zij heeft natuurkunde gestudeerd. Waardoor je toch het vermoeden hebt dat ze een graadje slimmer is dan al die andere politici die vaak alleen maar geschiedenis gestudeerd hebben. Ja, het is een heel gevoelig onderwerp, dat zult u wel begrijpen. Ik ben zelf eigenlijk ook een beta.
heb 4 maanden farmacie gestudeerd. Het is nou dat ik onhandig was met het bunzenbrandertje, maar wie weet wat voor groot geleerde er uit mij gegroeid zou zijn. En toen ben ik uit gemakzucht geschiedenis gaan studeren. En je hebt bij Rutte en Verhagen eigenlijk de indruk dat ze dat niet uit gemakzucht hebben gedaan, maar omdat ze al direct begrepen dat ze niet tot de allerslimste behoorden. Hè? Of is dat niet uw indruk? Heeft u zich dat gerealiseerd? Dat onze huidige minister-president een historicus is? Dat onze komende minister-president waarschijnlijk ook een historicus is? Niet waar? En dat die Limburgse verrader ook een historicus is? Ja. Daar kan eigenlijk vanuit dit standpunt hier staande maar 1 positieve opmerking over worden gemaakt. Dat zij natuurlijk geen van 3 in Utrecht hebben gestudeerd. Ja, Verhagen en Rutte zijn Leienaren en nou ja. Ik wil daar verder helemaal niks flauws over zeggen, maar kennelijk zijn ze iets vergeten bij die opleiding. He? Moet u maar even over nadenken, dan weet u het wel zo'n beetje. Europa, dames en heren, was in 1945 een ruïne. Er zijn reisverslagen van Amerikaanse journalisten in die eerste maanden nadat die oorlog was afgelopen. En die zijn diep depressief gesteld. Daar wordt geschreven, dit komt nooit meer goed. Dit is niet meer herstelbaar. Europa is klaar. Het is uit. Het is afgelopen 3. Europa is een ruïne en Europa zal een ruïne blijven. En het wonderlijke is natuurlijk dat binnen 10 jaar dat die ruïne zich spectaculair economisch hersteld had. De Duitse industriële productie in 1955 was groter dan die ooit eerder in de Duitse geschiedenis was geweest. 10 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Daar zie je aan, als je dat kader hebt, als je het goed organiseert, als er geld is, als er een behoorlijk draaiend kredietwezen is, hoe enorm snel zo'n ontwikkeling in principe kan gaan. Denkt u trouwens aan China, hè? In 1979 geeft Deng Xiaoping, he, die zet die machine in werking en we zijn 30 jaar verder en ze hebben 350 miljoen mensen opgetild uit de bittere armoe van de ganzenhoeder naar iemand die fijn s'avonds naar zijn flatscreen tv kan kijken. Waarbij ik me helemaal niet uitlaat over de vraag wie er gelukkiger is natuurlijk. Ja, een beetje flauwe opmerking. U moet daar zelf over nadenken. Eigenlijk zo'n beetje eind jaren 50 is het herstel volledig geslaagd. En in de loop van de jaren 50 begint Europa aan de fase van de massaconsumptie. En we zijn eigenlijk doorgegroeid tot ver in de jaren 70. Dan komt de stagnatie, daar zal ik het zo over hebben. Die stormachtige economische groei ging in ieder geval in Nederland ook gepaard met die babyboom die ik al genoemd heb. En die babyboom die zich overigens ook heel sterk in de Verenigde Staten heeft voorgedaan en in iets mindere mate in andere Europese landen. Al zijn er landen geweest die helemaal geen babyboom gehad hebben. De Belgen bijvoorbeeld, die hebben geen babyboom gehad. Die, hoe ze het gedaan hebben weet nog steeds niemand, maar ja, je kunt er allerlei verklaringen voor verzinnen, maar daar ga ik nu eigenlijk niet aan beginnen. Maar die combinatie van welvaart, die weer leidt tot een hogere scholingsgraad, plus de babyboomers, plus het feit dat je plotseling met een soort van waterhoofd van jonge mensen kwam te zitten, leidt in de jaren 60 tot de jaren 60. He? Want de groeiende welvaart maakt het mogelijk om plaatjes te kopen van Elvis Presley of van de Beatles of wat dan ook. En als ze gingen studeren, niet waar, was het een plotseling enorm uitgebreid aanbod van studenten. En dat leidt eigenlijk tot het populisme, zou je kunnen zeggen, van de jaren 60. Wat allerlei verschillende uitingen heeft gekend. Maar u zou het studentenradicalisme of überhaupt het radicalisme van de jaren 60. Want wat wilde het radicalisme van de jaren 60? De democratisering van de democratie. En we zullen zien, dat is ook een element in het populisme. Het populisme, dames en heren, is niet links of rechts. Het populisme is in principe inhoudsloos en kiest zijn inhoud naar rato van de historische context waarin het zich bevindt. Populisme kan links zijn, populisme kan rechts zijn. En de handigste populisten zijn een beetje links en een beetje rechts. Denkt u aan Geert?
Die was vroeger hardcore liberal, echt een pure 100% neoliberaal. De afschaffing van de verzorgingsstaat en zo, dat is die helemaal niet meer. En of die nou gevangen is door Fleur Agema, daar wil ik me nou helemaal niet over uitspreken. Ik ben geen roddelaar. Maar feit is natuurlijk dat hij zijn programma ingrijpend heeft bijgesteld. Hij heeft dus de xenofobe elementen, dat is de drijvende kern van zijn partijprogramma. Maar tegelijkertijd heeft hij afscheid genomen van dat hardcore neoliberalisme. En heeft hij gekozen voor in feite een zeer behoudend beleid ten aanzien van de verzorgingsstaat. Hoe komt hij aan die handige ideeën? Die heeft hij afgekeken van zijn Deense vriendin Pia Kjersgaard. Ja, ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Ik geloof dat je moet zeggen Pia Kjersgaard of zoiets dergelijks. Maar is er iemand hier in de zaal die vlot Deens spreekt? We hadden laatst een Rus. Ja, daar heb je niks aan als het over Denemarken gaat. Maar het ging toen over Lenin en Stalin. Het was enorm handig. Hoe spreek ik het uit? Kjersgaard. Ja? Pia Kjersgaard, dat u thuis ook nog even oefent. Want uw naam zult u misschien meer horen in de komende jaren. Dat zou best eens kunnen. Daar vind je diezelfde handige combinatie van linkse en rechtse standpunten. Maar dus in de jaren 60 zie je die hele, laat maar zeggen, cultureel-politieke opstand van de babyboomers. Dat is in allerlei opzichten een vorm van links populisme. Laten we eens kijken wat voor andere effecten die enorme economische groei heeft gehad in die 30 jaren van de Golden Years. U kunt zich dat eigenlijk wel enigszins bedenken, dat in de jaren 60 gigantische tekorten ontstaan op de Europese arbeidsmarkt. En niet alleen natuurlijk op de Europese arbeidsmarkt, maar ook op de Nederlandse arbeidsmarkt. Waarom waren die zo groot? Die waren zo groot omdat de cohorten van de jaren 30 en de eerste helft van de jaren 40 zo ontzettend klein waren. Als je in Nederland kijkt naar de geboortecohorten, dat is de groep die elk jaar wordt geboren, dan zult u zien dat 36 is het kleinste jaarcohort sinds mensenheugenis. Sinds de Nederlandse bevolking sterk was gaan groeien in de late 19e eeuw. Ja, het eind van de Napoleontische tijd had Nederland nog geen 3 miljoen inwoners. Wie zou daar wel naar terug willen, mits die zelf mag blijven leven? Zomaar een hele kleine groep. Wie vindt het zo prima met 16,5 miljoen? 1, 2, oké. Mag ik het afronden dat de waarheid ongeveer in het midden ligt? Dat u zo'n beetje 10 miljoen eigenlijk het mooiste getal vindt? Dat was het, weet u nog wanneer het 10 miljoen was? Zo late jaren 40, omstreeks 1950. Dat heb ik al eerder verteld. België had in 1945 een miljoen inwoners meer dan Nederland. Ja, daar kun je aan zien dat wij, dat dat toch dingen zijn die wij beter kunnen dan de Belgen. Hoe je het ook beschouwt. Ja, ik had het over die arbeidsmarkt. Dus omdat die jaarcohorten zo klein waren tussen 29... want economische terugslag, beroerde tijden hebben onmiddellijke effecten op de geboortecijfers. En die hebben ze ook gehad. 36 was, zoals ik zei, het kleinste jaarcohort. Het één na kleinste jaarcohort was 43, mijn geboortejaar. Ja, daar heb je enorm. Hoe kleiner je jaarcohort is en hoe gunstiger de toestand op het moment dat je als jaarcohort de arbeidsmarkt betreedt, hoe meer het je voor de wind gaat. Dat ik hier sta is dus niet, ligt niet aan mijn eigen persoonlijke verdienst, hoewel we die ook niet uit moeten vlakken. Maar heeft voor een gedeelte zogenaamde structurele oorzaken. Want als je uit het grootste jaarcohort komt en eigenlijk net zo'n beetje klaar bent voor de arbeidsmarkt op het moment dat de boel volledig is ingestort, denkt u eens bijvoorbeeld eind jaren 70, begin jaren 80, dan zit je met een mega probleem. Maar ons probleem in de jaren 60, ja, ik zeg dat vooral om u duidelijk te maken hoe enorm belangrijk demografische cijfers zijn. Demografie, dat wordt altijd een beetje weggemoffeld, maar demografische cijfers zijn in het algemeen van immense betekenis. Waarom wordt China binnen 20 jaar de grootste economie ter wereld? Omdat er zo ontzettend veel Chinezen zijn. Ja, daar zie je aan dat dat effect heeft. En wat de Amerikanen ook doen,
Er zullen niet over 20 jaar zoveel Amerikanen zijn dat dat gecompenseerd kan worden. Wat deden wij dus in de jaren 60? Wat deden alle West-Europese landen in de jaren 60? Die gingen arbeidskrachten werven, elders. Ja, je moest ze ergens vandaan halen. En in eerste instantie werden ze geworven in Spanje, in Portugal, in Italië, in Joegoslavië. Ja, Joegoslavië, dat wisten we nog niet hoe dat uit de hand zou lopen. Maar ongelukkigerwijs zijn al die lui weer naar huis teruggegaan, omdat ook Spanje en Italië, maar Portugal matig, maar ook die landen begonnen, zeker vanaf de late jaren 50, de vorige jaren 60, zelf sterk economisch te groeien. Dus die lui konden gewoon weer naar huis terug. En toen zijn we gaan werven in Noord-Afrika. Waar, zoals u weet, door gelukkige omstandigheden tot op de dag van vandaag geen sprake is van enige groei. Ja, ik formuleer dat een beetje flauw, maar dat is wel zo'n beetje de werkelijkheid. En ik zal u daarvan een praktisch voorbeeld geven wat de effecten daarvan zijn geweest. De werving, die was, dat u begrijpt door wie de werving is ondernomen, door de werkgevers vanzelfsprekend en door de overheid. Er is actief geworven in al die Noord-Afrikaanse landen. Voordat u weer begint te zeggen dat die immigranten hier niks te zoeken hebben. En, hè, die hebben we vandaag gehaald. Hè, juist om al die dingen te doen waar wij ook geen zin meer in hadden. Hè. WC schoonmaken. Hè. U kent wel dat soort van dingen waarvan u denkt, ben ik blij dat ik dat niet hoef te doen. Hè. Of mijn karretje duwen, bijvoorbeeld. Noem maar een kleinigheid. Ja. De werving is gestopt in 1973, omdat dan al allerlei structurele economische problemen beginnen te ontstaan, waarover dadelijk meer. In 1973 waren er in Nederland 22.000 Marokkanen. Waarvan wij natuurlijk hadden gedacht dat als het economisch wat minder zou gaan, dat ze dan gewoon weer terug zouden gaan naar Marokko. Maar je moet al een vrij achterlijke Marokkaan zijn, wil je besluiten niet waar om, als je jaren in Nederland hebt gewoond, weer terug te gaan naar een straatarm derde wereldland. En bovendien niet eens naar de min of meer functionerende onderdelen van dat land. Maar in feite zijn dan bijna allemaal Berbers naar de Hoge Atlas. Waar, als je geluk hebt, je in zijn arendboutje kunt verschalken. Maar dat is daar geen vrolijke keuken. Kortom, die Marokkanen bleven gewoon hier. Dat zou u ook hebben gedaan als u een Marokkaan was geweest. En door een hoog geboortecijfer en ketenmigratie is die populatie relatief snel gegroeid. Ik zal u de cijfers geven. In 1980, 7 jaar later, waren er 72.000 Marokkanen in Nederland. In 1990 waren er 168.000 Marokkanen in Nederland. En de laatste cijfers die we hebben, 2008, waren er 335.127. Ja, hoe ze het zo precies geteld hebben, begrijp ik niet. Maar 127 Marokkanen in Nederland. Dus u ziet, als we het even vooruit de losse polsen meenvuldigen, dan in 37 jaar, hè, als ik goed reken, klopt wel, hè? Ongeveer in 37 jaar was de Marokkaanse populatie vervijfvoudigd. Ja, u zult een enkeling zal weer zeggen, dat was die linkse kerk die daarachter heeft gezeten. He, die dachten, die gaan allemaal op de PvdA stemmen. Maar nee, dames en heren, dit is een doodnormaal verschijnsel wat met alle grote immigratiebewegingen samenhangt. In de eerste plaats had natuurlijk de zogenaamde tweede demografische transitie, die had zich in Marokko nog niet voorgedaan. Dit waren mensen uit een heel primitieve samenleving en die krijgen zoveel mogelijk kinderen. Waarom doen ze dat? Omdat er vaak frappant veel doodgaan. En bovendien die kinderen een soort van verzekering zijn voor je bestaan als je oud en gebrekkig en zwak bent geworden. Wij hoeven daar niet mee te rekenen, zoals u weet. Ten eerste zijn natuurlijk het aantal sterfgevallen onder kinderen is geminimaliseerd in het rijke Westen. En bovendien hebben wij een verzorgingsstaat zodat de kinderen niet die druppeltjes hoeven te geven, waardoor je een beetje rustig wordt. Ja, daar werd weer tegen, sorry dat ik even afdwaal, kan er zo uitgeknipt worden. Er werd op de televisie weer gezegd dat dat eigenlijk schandelijk was, dat die bejaarden te veel druppeltjes kregen om ze rustig te houden. Ik heb deze zaak van nabij meegemaakt en ik ben daar toch vrij fundamenteel anders over gaan denken.
Je kunt je veel beter vergissen in de richting van iets te veel druppeltjes dan in de richting van iets te weinig druppeltjes. Ja, als je zelf geen demente fobieën hebt, heb je makkelijk praten. Goed, een hoog geboortecijfer en ketenmigratie. Ketenmigratie is een heel normaal fenomeen. Is er een immigrant ergens neergestreken, dan vindt hij een baan en hij vindt een woning en dan begint hij, alle familieleden die daar interesse in hebben, die begint hij naar het land van migratie te halen. Er is een fameus voorbeeld van een Amerikaanse mevrouw, een Filipijnse verpleegster, naar Amerika gehaald in de late jaren 60. En toen hadden ze uitgerekend dat ze binnen 20 jaar had ze 34 familieleden had ze geïmporteerd uit de Filipijnen. En als u daar ook maar iets over gelezen hebt, begrijpt u dat je alles in het werk stelt om daar weg te komen. En had ze geïmporteerd in de Verenigde Staten. Dus haar vader en haar moeder en haar broers en haar zusters. Zelfs dat stomme neefje, ze hadden ze allemaal, had ze naar de Verenigde Staten gehaald. Dat heet ketenmigratie. En dat is in het algemeen, dat zie je altijd bij grote migratiebewegingen, dat er gaat de meest ondernemende en jonge gaat eerst, die vestigt zich ergens en dan bouwt zo'n gemeenschap zich geleidelijk aan op door ketenmigratie. En dan natuurlijk ook in dit geval een relatief hoog geboortecijfer. Maar het is in de Verenigde Staten, als je de migratiegeschiedenis bekijkt, in feite niets anders. Dan nu iets over die structurele problemen die ontstonden door juist die enorm snelle stormachtige groei waar ik het over had. Dat we in 30 jaar rijk zijn geworden. Dat we plotseling allemaal een autootje konden kopen. Dat we niet meer naar de grotten van Han hoefden in een oude autobus. Maar dat we dus zelf met onze eigen Opel Kadett naar de Groot Glockner konden rijden. Waar je dan zo'n plakplaatje kreeg wat je achter de achteruit moest plakken. Hè? Tegenwoordig doe je dat niet meer. Hè? Wie heeft nog een plaatje van de Groot Glockner achter zijn achteruit? Niemand. Hè? Niemand. Toen was dat deftig, hè? Dat je een auto had die er überhaupt overheen kon komen. Dat was eigenlijk al, nou, daar kon je voor laten staan. Maar ja, tegenwoordig krijg je wel, ik kreeg de laatste jaren vrij regelmatig mail. Beste meneer Van Rossum, ik zit in Bangkok. Kunt u zorgen dat mijn scriptie is nagekeken als ik weer terug ben? Of beste meneer Van Rossum, ik wandel hier over de Angkor Wat. Kan het een beetje opschieten met die scriptie? Dat je altijd dacht van ja, wat moet ik dan terugmelen? Ik zit in een pension in Bennekom. Dat geeft eigenlijk al aan, nietwaar, dat de hele wereld. Wie heeft er kennissen die nog vrij recent Antarctica hebben bezocht? Ik? Ja. Stinkt er als de pest, wist u dat? Dat zag ik eigenlijk pas in een BBC-documentaire. Daar denk je nooit aan. Maar die pinguïns in zo'n pinguïnkolonie, dat zijn er tienduizenden. En dat zijn magistrale poepers, die pinguïns. Dat schijnt wel zo gruwelijk te stinken, dat het onbegrijpelijk is dat die pinguïns zelf niet flauw vallen. He? En dat vertellen die natuurvorschers je er nooit bij. Maar dus dit was een BBC-journalist en die. Oh, wat leuk, die pinguïns. Ja, ik zou niet weten wat dit met. Nou wel, ja, heeft dit nou met het populisme? Sommige stemmers op de PVV doen wel een beetje aan pinguïns denken. Hè? Ja, je moet er even over doordenken, maar dan. Kortom, door die enorme loonstijgingen in de jaren 50 en nog hogere, snellere loonstijgingen in de jaren 60. Er waren jaren, het zal voor de jonge lui hier een wonderbaarlijke zaak zijn, dat de lonen in Nederland met 14% per jaar stegen. Was natuurlijk ook wel een zekere inflatie, maar dat waren, je kon je lol als het ware niet op. U zult dat nooit meemaken, dat de lonen weer met 14% per jaar stijgen. Dat zit hem dus in zo'n aanloopfase van betrekkelijke armoede naar de rijkdom van hoogontwikkelde consumptiesamenleving. Dat betekent natuurlijk, dames en heren, dat kunt u zelf ook wel nagaan, dat de arbeidskosten, dat die in feite de pan uitrezen in de loop van de jaren 60 en in de vroege jaren 70. En
dat betekende weer dat met name arbeidsintensieve industrieën, denkt u aan de textielindustrie, denkt u aan de scheepsbouw, er waren allerlei arbeidsintensieve industrieën en die konden simpelweg de concurrentie op de wereldmarkt niet volhouden bij een zo scherp stijgend welvaartsniveau. Dat is eigenlijk de eerste grote industrietak die begon te migreren, dat was de scheepsbouw. Interessant genoeg, waar ging de scheepsbouw heen? Naar Japan. Weet u natuurlijk ook niet meer, maar het las je in de krant. Je was er ook jaloers op de Japanners. Binnen 20 jaar, dames en heren, stegen de loonkosten in Japan zo spectaculair dat de scheepsbouw verdween uit Japan. En waar ging de scheepsbouw heen? Naar Zuid-Korea. En binnen 20 jaar stegen de loonkosten in Zuid-Korea zo spectaculair dat de scheepsbouw verdween uit Zuid-Korea. Waar ging de scheepsbouw heen? Brazilië wordt wel wat gebouwd, dat is allemaal subsidie, hè? Kun je rustig van op aan. Maar die ging naar Zuid-Vietnam en nou ja, zeg maar Zuidoost-Azië. Hè? Zo zie je de scheepsbouw in feite in 60 jaar zie je die zo'n beetje de wereld rond migreren als gevolg van die dat steeds meer zich voordoende effect van stijgende loonkosten, hè? Van stijgende welvaart. Ik heb begrepen dat je, als je een beetje bekwame manager in een Chinese fabriek, die krijgt beter betaald dan een vergelijkbare manager in Nederland. In feite omdat er enorme tekorten zijn in China aan min of meer bekwame managers. Oplopende arbeidskosten betekent in feite in de jaren 70 oplopende werkloosheid. En niet alleen oplopende werkloosheid, maar ook de inflatie begon in de jaren 70 sterk toe te nemen. Dat was gedeeltelijk het gevolg van de zogenaamde koppelingen. Ook dat is voor de jongere toehoorders iets waar ze waarschijnlijk nooit meer. Vroeger was alles aan alles gekoppeld. Dus er was een automatische koppeling tussen de cao-lonen die werden betaald en de inflatie die in dat jaar zich had voorgedaan. En ik begrijp, als het 1% is, daar ligt niemand wakker van. En wat is het nu in Nederland? Ik geloof 1,5% of zo. Maar als natuurlijk de inflatie vrij fors is, dan jaagt dat systeem van die koppelingen, dat jaagt in feite zichzelf aan. En zo kregen wij in de jaren 70 te maken met een steeds scherper toenemende inflatie. En daarbij stagneerde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de economische groei. Zodat we een wonderbaarlijk verschijnsel kregen, de zogenaamde stagflatie. Een combinatie van inflatie en economische stagnatie. Terwijl Keynes ons had geleerd, dat kan niet gecombineerd worden. Weet je, inflatie is heel nuttig voor de economische groei, om de zaak een beetje in beweging te houden. Maar dat inflatie gecombineerd kon worden met een stagnerende economie, dat had hij ons niet uitgelegd. En daar kwam nog bij in de jaren 60 tweemaal een oliecrisis die voor het Westen een enorme klap betekende. Die natuurlijk ook bijdroeg aan de inflatorenontwikkeling die zich al had voorgedaan. Een oliecrisis zowel in 73 als in 79. En als u even nadenkt over de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat is opgebouwd met een perspectief dat het aantal uitkeringsgerechtigden in feite altijd vrij beperkt zou blijven. En dat er eigenlijk altijd min of meer sprake zou zijn van volledige werkgelegenheid. En als je natuurlijk relatief weinig uitkeringsgerechtigden hebt, die in feite ook maar tijdelijk een uitkering krijgen, en je hebt een arbeidende bevolking waarbij de werkloosheid zeg maar onder de 5% zit, dan heb je natuurlijk eigenlijk met een betaling van die verzorgingsstaat heb je nooit een structureel probleem. En ze hadden er eigenlijk niet aan gedacht wat zich zou voordoen als gevolg van de stagnatie het aantal uitkeringsgerechtigden sterk zou toenemen, terwijl de inkomsten van de overheid in feite relatief zouden afnemen. Doordat het u begrijpt hoe de samenhang is. Waardoor in feite al die hoog opgetuigde verzorgingsstaten in de jaren 70 en 80 in structurele problemen zijn geraakt. En het was duidelijk dat op een of andere manier die kerstbomen enigszins gesaneerd moesten worden. Want de verzorgingsstaat was ook op sommige punten wel een beetje de pan uitgerezen. Ja, ik moet me even omdraaien. Gaat het nu een beetje met die... Ben ik nog goed te verstaan? Ja, ik wou het nu namelijk over de BKR hebben. Dat zegt ook niemand meer iets, anders zou er meteen gelachen worden. De BKR was een regeling, een bijstandsregeling voor kunstenaars.
Die kregen een normale bijstandsuitkering plus nog een vrij fors extraatje voor verf, kwasten, metalen platen, gipsvormen, alles wat de kunstenaar maar nodig zou kunnen hebben bij zijn creatieve werk. En om toch een soort compensatie te bieden, was het de bedoeling dat de kunstenaars, ik geloof elke maand, een door hen vervaardigd kunstvoorwerp met die kwasten en die verf aan de overheid zouden geven. En dat heeft geleid, dames en heren, tot een bepaald unieke situatie waarbij de Nederlandse overheid op een goed moment in bezit was van de grootste kunstcollectie uit de menselijke geschiedenis. En wat er precies mee gebeurd is, er zijn geruchten dat ze een speciale shredder voor kunstvoorwerpen hebben ontwikkeld. Of dat het gewoon in de vorm van oud papier geëxporteerd is naar China, dat weten we niet precies. Maar ze zijn daar weer van afgeraakt op enige wijze. Of ergens moet het nog in de kelder staan. Nou, je komt met dit verhaal, met name in Amerika. Die mensen kropen over de grond van het lachen. Als je dit verhaal vertelt, waarvan ik geen woord overdreven heb. De BKR was dat. Ja, dat dit soort van zaken werden gesaneerd, daar kun je wel enigszins inkomen. Kortom, de verzorgingsstaat raakte in de problemen. Er was veel minder economische groei. En laat ik er nog even bij zeggen, ons was geleerd, ons was wijsgemaakt dat die economische groei vanwege dat fantastische Keynesiaanse manipulatieve apparaat eeuwig zou duren. Dat leerde ik aan de universiteit. Ik had bijvak economie en het zou eeuwig duren. Eeuwig zou het met 5% per jaar toenemen. Het gekke is, als je daar nou even over nadenkt, als je 100 jaar lang met 5% groeit, dat moet je eens even uitrekenen met samengestelde interest. Ik heb ook wel eens gedacht, hoe zou je dat aan de gang moeten houden? De meeste van u hebben waarschijnlijk 2 ijskasten. Wie heeft 2 ijskasten? Oh, dat valt me toch een tikje tegen. Ja, meestal heb je 1 ijskast voor de groenten en 1 voor de jenever. Die staat iets kouder. Maar als je dit natuurlijk op aan de gang wil houden, dit proces, dan moet je al gauw een 3e ijskast en een 4e ijskast. En dan moet je hele huiskamer volzetten met ijskasten. En, nou, dat we ons niet gerealiseerd hebben dat het een soort afnemend effect zou zijn, die economische groei, dat is heel eigenaardig, maar dat hebben we dus in feite niet gedaan. U begrijpt natuurlijk wel dat in feite een herwaardering van die beleidsconsensus noodzakelijk was. Dat iedereen eigenlijk tot de conclusie kwam, we kunnen zo niet door. In feite is dat systeem helemaal vastgelopen in die stagnatie, in die inflatie, in die, nou, met name die stagnerende economische groei. En hoe zouden we het nou aan kunnen pakken om de zaak weer op gang te brengen? Wat is de beste oplossing die daarvoor zou kunnen worden bedacht? En dat is uiteindelijk, het denken daarover begint natuurlijk al eerder, maar in de loop van de jaren 70 ontwikkelt zich geleidelijk aan stap voor stap het neoliberalisme. Wat tenslotte in de vorm van Margaret Thatcher in 79 en Ronald Reagan in 80 ook daadwerkelijk aan de politieke macht komt. En ook in Nederland, al was het in Nederland veel minder ideologisch uitgesproken, want in Nederland gaat Ruud Lubbers regeren in de herfst van 82. Maar hoe dat nu in elkaar zit, dat neoliberale model, dat ga ik volgende week uitleggen. Volgende week, hè? Oké, voordat ik weer iets verkeerd zeg. Maar dan heeft u in ieder geval een idee van het feit, en daar gaat het eigenlijk om, dat alle problemen die zich voor hebben gedaan na 1975, in de afgelopen ruim 30 jaar, paradoxalerwijs eigenlijk het gevolg zijn van het immense economische succes van de westerse wereld in de zogenaamde golden years. Of dat nu de immigratie is, of het neoliberalisme, of nou, waar we het ook maar over kunnen hebben. Het is allemaal, daar zie je aan hoe gevaarlijk succes is. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Dat op groot succes bijna altijd ingrijpend falen volgt. Hè? Dat je, zou het ook zijn dat op ingrijpend falen ook automatisch groot succes? Eigenlijk wel.
op het ingrijpend falen van het Westen tussen 1914 en 1945. Een relatief korte periode, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, grote depressie, opkomst van het nationaalsocialisme. Ga zo maar door, het is één onbeperkt drama, zou je kunnen zeggen. En na 45, we moeten het natuurlijk even afkloppen. Ja, ik durf dat ding nauwelijks nog aan te raken. Na 45 hebben we eigenlijk, ondanks her en der een inzinkingtje, ondanks Geert, natuurlijk in een soort van paradijselijke samenleving geleefd. Realiseert u zich dat maar als u op weg gaat naar huis door die stortregen. Ja, ik moet er nog even bij zeggen dat ik ongelukkigerwijs straks naar Wierdum moet. Waardoor ik eigenlijk spoedig in de auto moet gaan zitten om naar Wierdum te rijden. En uw vragen moet u even oppotten tot volgende week. Dus schrijft u ze even op. Beetje kritische vragen, ik ben er altijd enorm gelukkig mee. Ja, misschien dat iemand van u weet hoe die 5% Mohammedanen ons gaan islamiseren. Dan wil ik dat graag even horen hoe dat in zijn werk gaat. Dat kan in allerlei opzichten een heel nuttig maatschappelijk effect hebben. Dat is één vraag, of is dat... naar andere landen. Ja. En omdat het hier te vol was, of omdat we te weinig geld konden delen, of wat was daar de oorzaak van? Ja, de vraag is, ik weet niet of iedereen het gehoord heeft, we hebben na de Tweede Wereldoorlog een omvangrijke Nederlandse migratie naar Canada, Australië, nou ja, allemaal dat soort van landen hebben we gestimuleerd. Dat kwam, mevrouw, omdat we helemaal niet wisten hoe goed het ons zou gaan. Wij dachten, iedereen dacht, dat we terug zouden vallen in de onbeschrijfelijke ellende van de jaren 30. En gezien de expanderende bevolking leek het heel verstandig regeringsbeleid om als je naar de dokter ging, hing daar in de spreekkamer zo van interesse in emigratie, bel. Die dienst heeft nog jaren bestaan terwijl we al een immigratieland waren geworden. Dat is ook zo interessant. Hè? Het is heel lastig om diensten op te heffen, ook wanneer ze geen enkel nut hebben. Maar er zijn tal van tragische. Dan zag je zo'n hele familie met 17 kinderen uit Maasbree. Die zag je naar Nieuw-Zeeland vertrekken. Als u even zou kijken in de statistieken, zult u zien dat een land als Nieuw-Zeeland het veel minder goed gedaan heeft, macro-economisch, dan een land als Nederland. Want ja, dat moet u ook stilhouden. Wij zijn een ongekend sociaal-economisch succes. Wij horen in alle denkbare opzichten tot de 10 succesvolste landen ter wereld. En als je het klimaat infactoreert, zijn we feitelijk nummer 1. Ja, je zult maar in Finland. Finland is namelijk nummer 1. Maar ja, dan moet je wat tegen muggen kunnen. Dat staat er niet bij. Ja, houdt u dat dus stil. Maar ik heb wel eens gedacht, je zult dan je toch 20 jaar lang in Nieuw-Zeeland te takken hebben gewerkt. Hè? Met dat steenkolen-Engels wat je erbij hebt moeten leren. En dan lees je in de krant dat Nederland een veel groter bruto product binnenlands heeft dan Nieuw-Zeeland. Dat moet toch, dan denk je toch van ik heb alles fout gedaan. Hè? Of je zult in Manitoba terechtgekomen zijn. Hè? Canada, ja. Heeft overigens een heel hoog inkomen per hoofd, maar Manitoba, daar valt de winter dus in. Nou ja, zo'n beetje op de ouderwetse Koninginnedag. En daar houdt hij op ergens eind mei of zo. Dat is verschrikkelijk gewoon. Dus eigenlijk, ja, ik ben dolblij dat ik heb ook nooit een wens gehad. Wie van u heeft wel eens gedacht, ik ga emigreren? Oh, dat is nog. Maar jij heeft het niet gedaan. Nee, ik nooit. Als je even de statistieken doorloopt, als je even kijkt hoe de rest van de wereld in elkaar zit, dan ben je wel een ongelooflijke oetlul als je gaat emigreren. Dank u wel. Dank u wel, Maarten van Rossum. De vragen bewaren we dan inderdaad voor de volgende keer. En het signeren misschien ook.
In ieder geval, u kunt nog een boek aanschaffen achterin. En ik zie u graag morgen bij de volgende lezing. Of volgende week maandag bij Rietveld Revisited. Of natuurlijk volgende week dinsdag hier bij de volgende. Ja, wat betreft, sorry dat ik even. Wat betreft dat signeren, u kunt best dat boekje kopen en dan moet u het weer even meebrengen. U moet het niet lezen, want dan hoeft u helemaal niet meer te komen. Maar. Dan kunt u het volgende keer meebrengen en dan signeer ik het volgende keer. Oké? Okay?